Eindhoven heeft drie krachtwijken, de Bennekel, Doornakkers en Woedsel-West. De afgelopen anderhalf jaar is er 5 miljoen door de woningbouwverenigingen ingestoken om ze op te knappen. Dat geld moet nu terugkomen uit het krachtwijkenfonds, maar dat is nog niet gebeurd. Dat betekent korte termijn natuurlijk dat je het gewoon voorgefinancierd hebt. Maar op lange termijn betekent dat, roept dat de vraag op van moet je hiermee doorgaan? Moet je dit blijven doen? Korte termijn zeggen wij in ieder geval, wij gaan door met wat we toegezegd hebben. Op de lange termijn heeft dat grote gevolgen voor de wijken. In ieder geval zeggen wij nu voorlopig geen nieuwe projecten. Dat is een hele onwenselijke situatie, want daarmee ligt het in feite stil. Je bent op gang gekomen, maar nou zeg je stop, pas op de plaats, alleen maar doen wat we al deden. En ik hoop dat daar heel snel een oplossing komt en die oplossing moet bestaan uit duidelijkheid. U zegt het al, op langere termijn gaan wij daar geen projecten meer aan. Wat betekent dat voor de wijken zelf? Dat betekent dat men dat wat nu gebeurt, wat loopt, maken wij gewoon af. Maar de wijken zelf zullen er rekening mee moeten houden dat er in de toekomst minder energie en geld in die wijken gestoken gaat worden. Zo reëel moet ik zijn.